Ik weet nog de eerste dag toen ik mijn aandeelhoudersovereenkomst getekend had en ik over die drempel liep. Toen dacht ik, dit is van mij. Je moet jezelf continu blijven uitdagen als marketeer. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat Google, die wordt steeds minder gebruikt. De oude strategieën van een paar jaar geleden was van oké, we moeten allemaal influencers gaan creëren. Ja. Ja, dat is helemaal niet meer nodig. Waar liggen de kansen voor bedrijven en merken op het gebied van content marketing? En hoe geef je leiding aan een sterk groeiend content marketingbureau? Daarover praat ik met Dolly van den Akker. Zij is CEO van de MPG Groep. Dolly, van harte welkom. Ja, fijn om hier te zijn. Ja, more than welcome. Sterk groeiend, zeg het dan goed? Ja, inderdaad. We hebben echt afgelopen jaar nog 2 social bureaus overgenomen in de COVID-tijd. Dus dat was zeker een uitdaging. Ja. Maar we hebben inderdaad focus op sterke groei. Want we willen echt binnen een paar jaar een groot netwerk in Nederland neerzetten. En ook in de Benelux. Je bent ondernemer geworden, hè? Ja, 2019 toen ging eigenlijk onze moeder Rote Smeets Groep en de zusjes, dus de drukkerijen die Rote Smeets had in Nederland, gingen allemaal failliet. Nou, wij waren gelukkig een heel gezond onderdeel, dus kwamen in de etalage te staan. Nou, toen waren er 15 gegadigden die wel interesse hadden om MPG te kopen. Dat snap ik. En uiteindelijk is daar Globitas uitgekomen. Maar dat is niet zozeer een moederbedrijf als wel een investeringsclub, toch? Is een investeringsclub, maar we werken wel heel intensief samen. Want daar zitten ook mannen met een groot netwerk. Ja. Dus dat is heel prettig. En uit de media, Arthur Clement. En ook inderdaad, Arthur Clement komt uit de media. Dus vandaar ook dat we dat netwerk goed benutten. Nee, dus dat is heel prettig. En ben je er zelf ook ingestapt? Ik ben er zelf inderdaad ook ingestapt. Oei, oei, oei. Dus ja. Dus van, want je was CEO zeg maar in loondienst. Ja, in loondienst. En nu ben je mede-aandeelhouder van de club. Ja, inderdaad mede-aandeelhouder. Maar dat geeft ook wel aan hoeveel vertrouwen ik gewoon in MPG heb. En MPG is en was altijd al het grootste contentbureau in Nederland. Mm-hmm. We hebben 90 medewerkers al voor de overnames van de social clubs. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Maar is er iets veranderd voor jou? Ik weet nog de eerste dag toen ik mijn aandeelhoudersovereenkomst getekend had. En ik over die drempel liep. Toen dacht ik, dit is van mij. Ja. Dat voelde echt anders. Ja. Ik was ook nog trots op de mensen, op de klanten. Mm-hmm. Maar ik heb wel altijd al dezelfde drive gehad. Ook toen we te koop stonden. Van, ik voel me altijd verantwoordelijk. Zeker voor de medewerkers. Ik dacht, ik moet ze naar een veilige haven loodsen. Mm-hmm. En daarna zie ik wel weer wat er voor mij te wachten staat. Ja, en dan verdien je ook om mede-eigenaar te worden. Want dat ben je dan eigenlijk ook al eigenlijk. Ja, zo voelde het altijd wel. Maar ik was toch verrast dat na die handtekening dat anders, het hè? Nog steviger voelde. Ja. Ja, dus en tot nu toe nog geen spijt gehad? Nee, zeker niet. Nee. Hey, en 2 social clubs overgenomen. Hè? Social Inc. was eerst. Hè? Ja, met ondernemer Sonja Lot. Ja, met Sonja Lot natuurlijk bekend. En de social club met David Barends als een van de gezichten. Ja. Waarom heb je die 2 bedrijven overgenomen? We hebben echt een historie natuurlijk in het vertellen van verhalen en het maken van hele mooie magazines. De laatste 5 tot 8 jaar hebben we dat uiteraard uitgebreid naar ook veel meer online content, online strategie. Maar we misten nog echt specifieke expertise op het gebied van social. Mm. En zowel Social Inc. als de Social Club hebben daar hele specifieke expertise's in. Wat ik jou hoorde vertellen op een congres was je zegt paid wordt minder en owned wordt meer. Wordt paid inderdaad minder? Ja, nou je ziet dat met name echt het hardcore reclameblokken inkopen. Ja. Dus de standaard tv-commercials, dat neemt af. Je ziet dat heel veel bedrijven hun marketingbudget anders inrichten. Hm. Dus er wordt veel meer budget besteed inderdaad aan gewoon owned en inderdaad board media. Dus daar zien wij ook heel duidelijk de groei op het gebied van content marketing. Consumenten willen niet meer voor de gek gehouden worden, want ze kunnen alles checken online. Ja, dus het moet kloppen. Maar ik kan me ook voorstellen dat ook, want content marketing is natuurlijk in principe owned, hè, omdat je het zelf maakt. Maar je kan het natuurlijk ook wel via paid wegzetten. Dus versterkt het een het ander niet ook? Het kan elkaar zeker versterken. Als je maar heel goed kijkt, hoe ziet de journey van je consument, van je klant eruit? Hm. Via welke kanalen komen ze bij je? Welke content heeft de meeste relevantie voor ze? Ja.
Dus dat moet je heel goed monitoren. Ja. Maar het kan elkaar zeker versterken. Maar dat is natuurlijk de grootste uitdaging voor heel veel bedrijven. Ja. Dat je ziet dat, dat ook marketingcommunicatie nog vaak opgesplitst is intern. Degenen die echt met de TVC's bezig zijn, die werken samen met de reclamebureaus. En dan inderdaad content marketing. Ja, ja. Dat ligt vaak bij een ander team die dan weer met bureaus als MPG samenwerken. Ja. Dus ik geloof ook heel erg dat wij ook als MPG veel meer moeten samenwerken met de reclamebureaus en met de mediabureaus. Mm. Want dan krijg je pas echt een crossmediale strategie. Een andere ontwikkeling die jij schetste was dat bestaande search engines vergrijzen, noemde jij. Wat bedoel je daarmee? Nou, wat je bijvoorbeeld ziet is dat Google, die wordt steeds minder gebruikt. Want juist ook door COVID zijn veel meer mensen bijvoorbeeld op YouTube gewoon video's gaan kijken. Ja, ja. Waardoor je ziet dat YouTube de nieuwe zoekmachine gaat worden. Dan zal dat Google de worst wezen, want ze is dezelfde eigenaar. Maar... Natuurlijk, dat maakt op zich niet uit. Maar je moet daar wel als merk van bewust zijn. Ja. Want wij adviseren nu dus ook merken, ga echt goed nadenken over je YouTube-strategie. En denk daar ook, valt nog wel wat veldwerk te verrichten. Want daar is nog heel veel te doen. En ben je bewust dat het steeds belangrijker wordt om met beelden te werken. Ja. Zowel bewegend als stilstaand. Ja. Want dat is waar consumenten nu behoefte aan hebben. Dus dat bedoelde ik daarmee. Dus Google is over zijn hoogtepunt heen. Ja, zeker. Aha. Ja. Nee, want, nou, sterk nog, ik geloof dat nu 30% of zo van de Google-resultaten is inmiddels YouTube-resultaat. Ja. Dus en zal binnen een paar jaar gaat het helemaal doorslaan. Dan maar daar valt nog veel te winnen. Want er zijn veel merken die YouTube echt nog niet goed hebben. Nee, dat staat volledig in de kinderschoenen. Ja. Want hebben jullie een klant die dat al heel goed doet? Nee, wij zijn daar met een paar klanten over in gesprek. Maar doen jullie nog steeds alle handen? Ja. Maar dat is natuurlijk een schoolvoorbeeld van content marketing, toch? Absoluut. En ook echt de voorloper op het gebied van content marketing. Ja, voordat het woordje content marketing was. Was alle handen al bezig. Maar doen zij niks met YouTube dan? Zij doen ook het een en het ander met YouTube. En zij zijn ook een van de merken die wat dat betreft daar ook het meest open voor staan. Ja. Maar het is nog een heel onontdekt vakgebied. Ja, en daar liggen dus heel veel kansen. Zou een leuke acquisitie voor jullie zijn om nog eens een specialist in te lijven? Daar zijn we ook heel erg in geïnteresseerd. Aha. Absoluut. Maar het is gewoon een nieuwe speeltuin. Ja. En dan moet je even kijken van wat werkt wel en wat werkt niet. Ja. En dat hoort ook meer bij deze tijd. Ja, je moet als marketeer meer durven te experimenteren. Mm-hmm. Ja, en je kan alles lekker meten. Dus, alles is inderdaad te meten. Maar dat is natuurlijk ook echt de visie van onze groep. Brands can do better. Dus je moet jezelf continu blijven uitdagen als marketeer. En dat zien wij ook als rol van ons bureau. Gewoon challenge eigenlijk onze klanten om die lat steeds hoger te leggen. Mm-hmm. Haal meer uit je content, zowel commercieel als inderdaad reputatiewise. Maar draag ook meer bij aan de maatschappij. Want dat wordt ook meer en meer verwacht door consumenten. Dat is, daar hebben we het ook al vaker over gehad. Hè? Ja. Hoe zit dat nou bij bedrijven? Ik bedoel, ik heb toch nog steeds best wel het idee dat heel veel bedrijven daar best wel moeite mee hebben, toch? Met hun purpose. Nou, ik vind dat daar wel hele goede stappen gezet worden. Ja. Ook omdat consumenten eisen het. Ja. En zeker de wat meer jongere generaties, die vinden het ook meer dan logisch dat bedrijven die verantwoordelijkheid nemen. Mm. En wat je ook ziet uit allerlei recente trendonderzoeken, is dat het in deze tijd meer dan ooit verwacht wordt. Mm-hmm. Omdat consumenten ook denken van bedrijven, jullie verdienen een hoop, maar je moet ook echt wat teruggeven. Ja. Dus duurzaamheid in brede zin staat echt op de agenda van de boards. En dat is waar het natuurlijk wel moet starten. De rol van influencers neemt af. Ja. Ten opzichte van de experts. Ja. Leg eens uit. Nou, dat was ook een concrete trend die wij zagen ontstaan door COVID. Ja. Toen zag je in het begin werden nog allerlei influencers bij betrokken. Maar op een gegeven moment zag je gewoon bij de talkshows alleen maar de hardcore experts aan tafel zitten. Mm-hmm. Wat er ook toe geleid heeft dat er veel meer vertrouwen is ontstaan in de specifieke experts die er zijn op verschillende terreinen. En je hebt natuurlijk ook best veel vloggers, bloggers die ook van alles over voeding bijvoorbeeld verspreiden. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook echte experts die inderdaad precies weten hoe je tot een gebalanceerde maaltijd komt. En wat we nu zien is dat er veel meer vraag is naar die echte experts. Daar is gewoon meer vertrouwen in. Ja, dan snap ik wel dat je door COVID in de talkshows daar behoefte aan hebt om die gasten aan tafel te zetten. Aan de andere kant snap ik ook wel dat je met influencers wil werken. Als jij content marketing wil gaan doen en jij kan werken met een influencer die gewoon een heel groot bereik heeft onder jouw doelgroep.
In plaats van een expert die er misschien objectief veel meer verstand van heeft, maar die met 3 volgers op Twitter zit, dan snap ik ook wel even die influencer kiest, toch? Nou, dat ligt er ook weer aan. Kijk, uiteindelijk moeten mensen je wel vertrouwen. Ja. Hè, want als je kunt een hoop bereik hebben, maar als mensen je videootje niet uitkijken, mm-hmm. Dan heb je er nog niks aan. Nee. Dus uiteindelijk gaat het erom om die boodschap over de bühne te brengen en om die echte relatie op te bouwen. Dus echte experts zijn de nieuwe influencers eigenlijk? Ja, daar zitten heel veel kansen voor bedrijven. En tuurlijk, het blijft altijd een beetje een mix. Maar de oude strategieën van een paar jaar geleden was van... oké, we moeten allemaal influencers gaan creëren. Ja, ja, dat is helemaal niet meer nodig. Nee, je moet probeer juist de juiste expert te vinden die ook communicatief sterk is. Ja. Dan heb je een veel beter startpunt dan als je echt gewoon met een... Er zit een gat in de markt, Dolly. Nou, van, kansen. Van experts, zeg maar, outgoing voor figuren maken. Ja. Om het over de buren te brengen, wat absoluut, ze allemaal weten. Ja, want die en het dan ook in eenvoudige taal goed uit te leggen. Ja. Daar zitten heel veel kansen voor merken. Ja. Eigenlijk een soort mix van een influencer en een vakexpert. Ja, klopt. Oh, mooi. Ja. Nieuwe rol. Als je met commerciële KPI's wil werken op content marketing. Kijk, je kan natuurlijk pak Google Ads en je wil een productje verkopen. Dan knal je de budget in en je ziet de click-through en je ziet de conversie op je website. En klaar is Kees, gemeten. Als jij content marketing maakt en dan je maakt een documentaire of je maakt een interviewserie of whatever. Hoe vertalen jullie dat naar sales? Of vertalen jullie dat altijd naar sales? En ja, hoe? Ja, dat proberen we wel. Ik zal even een praktisch voorbeeld. Ja? Bijvoorbeeld de NS, ook al een aantal jaren klant bij ons. Daar hebben wij echt als commerciële doelstelling additionele reiskilometers creëren. Ah, nou, dus meer mensen de trein in. Meer mensen de trein in, inderdaad, plat gezegd. Ja. Dus en dat, ja, daar hebben we natuurlijk een aantal middelen voor om dat te meten. Ja. Maar dat wordt echt ook door een onafhankelijk bureau gemeten van hoeveel additionele reiskilometers hebben de content van NPG gecreëerd. Kun je dat altijd meten? Ja. Omdat het is... Nou, het is natuurlijk nooit helemaal 100% te herleiden of het specifiek van onze middelen is, want er draaien ook altijd nog andere campagnes naast. En het ene heeft invloed op het andere. Versterkt elkaar, maar er is best ook veel te herleiden. Als wij bijvoorbeeld digitale coupons hebben of in het magazine in Spoor gewoon coupons, van wissel dit in als jij je stedentrip doet. Mm-hmm. Dan kunnen we gewoon natuurlijk zien wat de redemptie is. Ja. En we kunnen ook zien welke treinkaartjes er dan afgenomen worden via de codes bijvoorbeeld die erbij staan. En dus moet je ook kunnen meten, we hebben het over purpose gehad. Ja. Wordt het ook tijd dat er niet alleen op sales wordt gemeten, maar dat, of gebeurt dat misschien al, dat je ook meet op softere criteria? Dat is natuurlijk een hele discussie nu gaande. Hè, van moet je alleen shareholders value als economisch principe hanteren, of moet je ook naar duurzaamheid, de wereld mooier maken, mensen gelukkiger maken, de wereld groener maken, ik verzin maar wat. Daar kun je natuurlijk ook op meten. Ja. Gebeurt dat al? Nou, dat zie ik wel steeds meer gebeuren. Want daar is de content marketing met name super tof voor. Zeker, ook, maar voor allebei hoor. Maar dat zeker de grote bedrijven, die meten dat om te noemen reputatie. Okay. Omdat dat uiteindelijk ook direct je reputatie beïnvloedt. Ja. En dat heeft te maken met je bijdrage aan de maatschappij. Ja. Maar ook met hoe sympathiek word je gevonden als merk. Hoe dichtbij staan je? Hoe herkennen consumenten zichzelf in het merk? En dat zijn allemaal variabelen die meer en meer gemeten worden. Mm. Ja. Dus ik denk dat dat meer gebeurt dan we doorhebben. Ja. Denk jij dat content marketing de wereld beter maakt? Ik denk niet dat content marketing aan zich de wereld beter maakt. Maar ik denk dat dat echt met ondernemerschap te maken heeft. Ja. En wij proberen de merken te challengen om gewoon hun eigen lat hoger te leggen. Zodat zij de wereld beter kunnen maken. Ja, ja. En ik geloof wel dat als je de juiste verhalen vertelt en echt loyale klanten daarmee creëert. Ja. Zodat zij ook tot actie overgaan. Dan maken we samen de wereld een beetje mooier. Maar uiteindelijk... Ja, blijft de basis natuurlijk toch gewoon... heeft een hele commerciële laag. Ja, ja, precies. Ja. Maar we moeten het wel samen doen. Dus het zal meer hand in hand gaan dan de afgelopen decennia het geval was. Ja. Hey, tot slot, hoeveel mensen heb je nu voor je werken? Nou, mee? Ja, nee, gelukkig mag ik zelf ook meewerken inderdaad. Nee, we hebben 90 mensen NPG in Nederland. Ja. We hebben ook nog een kantoor in New York. Doe maar. Daar zitten ook nog 10 mensen. Dat is, 10? Oh, dat is echt een bureau. Dus niet een sales officer die ergens 3 hoog achter zit? Het is echt een bureau. Dus, okay. Waarom daar dan? Daar werken we ook voor Albert Heijn. Dus daar maken we zeg maar de Amerikaanse alle handen voor de Stop & Shop. Die gasten die eten toch wel heel anders, hè? Ja, maar daar helpen wij ze bij om zelf te koken. Maar hoezo zit Albert Heijn ook in Amerika dan? Ja, Ahold heeft Stop & Shop, Giant, echt meerdere supermarktmerken, ook in Amerika. Oh, dus jullie bedienen Ahold daar? Ja. En toen dacht ik, als we daar beginnen, dan kunnen we misschien nog andere merken ook gaan bedienen daar.
Nou ja, absoluut. Maar wij focussen wel primair op Ahold. Ah, dus, okay. Want dat zijn al meerdere supermarktmerken. Dus je hebt ruim 100 mensen nu? Ja, MPG en dan nog zo'n 25 in de social hub zitten. Dus, en stel dat ik je over een jaartje nog eens zou uitnodigen. Dan hopen we nog 40, 50 man er weer bij te hebben. En in welke hoek ben je met name aan het zoeken? Want je hebt een oorlogskas, neem ik aan, ja, hè? Met die investeerder achter je. Dus gewoon kopen, dus een beeld, een buy-and-build strategie, het zeg is maar. Een buy-and-build, maar wel heel erg op... we willen wel synergie creëren en we willen specialisatie toevoegen. En welke specialisaties wil je met name toevoegen? De specialisaties, nou, bijvoorbeeld op het gebied van YouTube, nog meer op het gebied van data... E-commerce, social commerce, hè, dat zijn natuurlijk echt deelvakgebieden die in de ontwikkeling zijn. Okay. Dus die willen we verder gaan toevoegen, inderdaad. Ja. Dus bureaus die daar, of moeten ze zich niet aanmelden? Iedereen mag mij altijd bellen. Ja? Ik vind het sowieso altijd leuk om met ondernemers te praten. Okay. Dat is al inspirerend. Ja, want dat ben je maar zelf moet wel ook. Financieel gezond zijn. Ja, dat is wel even een criteria. Geen noodlijdende bureaus die zoiets hebben van laatste strohalm. Nee, koop we willen ons. Wel echt 1 en 1 is 3 creëren. Okay. Ja. Helder. Mag ik jou heel veel plezier wensen en heel veel succes de komende tijd. En gaat zeker lukken. Dankjewel dat jij mijn gast was, Dolly. Graag gedaan. En dankjewel voor weer het kijken naar een nieuwe video hier op 7D TV. En als je hebt zitten luisteren naar de podcast, ook hartstikke dankjewel daarvoor. Wil je nou nog, en dat geldt eigenlijk alleen voor de YouTube-kijkers, maar ben je nou geïnteresseerd in content marketing en alles wat daarmee te maken heeft? Hierna 2 nieuwe video's die op dit onderwerp verder doorgaan. Voor nu dankjewel voor het kijken. Hoi!